Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe juffenvlog. Het is vandaag donderdag. Ik ben juf van groep 4-5, 5 dagen per week en ik neem jullie mee. Het is donderdag en dit is de allerlaatste dag dat groep 4 alleen is. Morgen heb ik groep 5 op vrijdag en vanaf volgende week zijn de klassen er weer helemaal. Ik heb hier alles klaar liggen voor vandaag. Alles op het bord geschreven. Lieke is er ook. En ik dacht, ik ga jullie weer een dagje meenemen. Wij hebben net pauze gehad. We hebben nu taal en spelling op het programma staan. En heel goed. Ik ga uitleggen wat we gaan doen. Zometeen krijgen jullie je taalschrift. En het is de bedoeling dat je een aantal zinnen gaat maken in je schrift. En daarvoor krijg je een soort woordenboek. Ga ik zo verder uitleggen. Daarnaast heb ik ook staan spelling, blok 7, les 12. En die gaat over de molen. Op dit moment is het 11:55 en ik zit hier met Marwan. En wij zijn nog bezig met taal. Wat zijn we nou aan het doen? Wacht heel even hoor. Ik heb dus deze woordenschatboekjes. Marwan, wat moet je nu doen? Wat moet je doen? Wat heb ik net verteld aan jullie? Je moet een woord zoeken, een zin van maken. Ja, dus je mag gaan kijken wat jij een interessant woord vindt. Dan moet je dus de betekenis goed lezen. Hé, hey, wat staat hier? Kalkoen. Kalkoen. Wat is een kalkoen? Een soort grote kip met knobbels op zijn kop. En flappen aan zijn snavel. Dat is een kalkoen. Wat voor zin zou je daarmee kunnen maken? Ik heb een kalkoen. Ja, ik heb een kalkoen. Of, wat je ook kunt doen, ik zie een kalkoen. Of ik wil graag een kalkoen. De kinderen zijn buiten spelen. Ik ga even wat eten. Ik merk dat ik niet heel veel trek heb eigenlijk. Maar ja, ik moet wel wat eten. In deze kast heb ik van alles aan eten liggen altijd. Ik ga voor pindakaas. Pindakaas met crackers en een banaantje. De kinderen zijn dus nu buiten spelen. Ik kan dus nu heel even wat eten. Ik ga denk ik ook even een kopje koffie nemen. Ik merk wel dat ik het heel fijn vind dat volgende week alle kinderen er weer zijn. Ik maak me daar zelf niet druk over. Ik denk dat het heel goed is dat ze elkaar allemaal weer zien. Het zal wel heel erg wennen zijn voor ze. Dus ik moet even goed kijken hoe ik dat ga plannen ook. Met een kringgesprek, want ik vind het wel belangrijk dat, ja, dat het wel weer echt één groep wordt. Want de kinderen hebben elkaar echt super lang niet gezien. Sommigen misschien wel met buitenspelen natuurlijk, maar ja. Vanmiddag hebben we nog lezen op de planning, biepboek lezen, estafette. En als thuiswerken moesten de kinderen uit groep 5 bij mij een werkstuk maken en groep 4 moest een verhaal maken. Ik merk dat heel veel kinderen dat nog niet af hebben. En dat is ook helemaal niet erg. Dus vanmiddag als ze hun estafette af hebben. En ze hebben ook al het andere werk van vandaag af. Dus de spellingen, de taalles, rekenen. Dan kunnen ze ook op school verder werken aan hun verhaal. En dat gaan we dus ook strakjes doen.
En ik zal na schooltijd even uitleggen wat ik precies bij de interne begeleider deed daar straks. Want daar hebben jullie natuurlijk alleen sfeerbeelden van gezien. Maak het woord langer om te horen of je het met een d of een t schrijft. Nou, naast mij zit, wat zei je net? Koning Saïd. Ja. Kijk, die zit op de krukken zo. Daar wilde die zitten. En dat mocht wel even. Wat gaan we doen, koning Saïd? We gaan naar huis. We gaan naar huis. En wanneer zit... Koning Saïd, mogen de andere kinderen er wel doorheen praten nu? Nee. Koning Saïd, wat gaan wij maandag doen? Weet je dat? Nee. Wie zijn er maandag allemaal, koning Saïd? Groep 4. En is groep 5 er ook? Yep. Ja, maandag zijn we weer met z'n allen, hè? Koning Saïd, wie mag er naar huis? Erwin. Yippie! Ik weet eigenlijk niet meer wat het laatste is wat ik gefilmd heb. Wat ik wel weet is dat ik nu met mijn planner en alles naar boven loop. Ik heb net het bord in de lerarenkamer helemaal bijgewerkt, de agenda. En ik ga nog even vertellen wat ik nou met de interne begeleider gedaan heb. Wij hebben gekeken naar toetsen die we hebben afgenomen bij de kinderen van rekenen. We hebben die toetsen bekeken met z'n tweetjes. En op basis daarvan hebben we gekeken waar kan ik de komende 4 weken dat we nog school hebben het beste aan werken. Je hebt namelijk tussendoelen. Tussendoelen eindgroep 5 op weg naar 1S domein getalbegrip. Sommige mensen zegt het helemaal niks. Sommige mensen zegt dit wel wat. Nu is dit een hele lijst vol met doelen van de SLO. En wij hebben dus een aantal doelen uitgekozen met z'n tweeën waar ik de komende weken nog echt de focus op ga leggen. Wat sowieso heel belangrijk is en blijft zijn de keersommen automatiseren. Het is echt verschrikkelijk. Dus daar ga ik wel af en toe wat mee doen. Ga je praten? Ja, je mag wel vragen. Ja, ik kan het knippen. Ik moet nog even doen. Oh, leuk! Ik heb best wel druk voelt vorige week. Ja, dus leuk. Dat deed ik met dat filmpje van SchoolTV, hè? Met dat stress. Dan moesten ze op de grond liggen. Ja. Leuk. Ik ga deze morgen doen. Ja, leuk. Dus omdat dat echt wel een dingetje is, heb ik deze morgen als binnenkomertje voor groep 5. Dit leg ik dus op de tafels. Dan moeten ze dit gaan maken en daar kunnen ze de rest van de dag, maar ook volgende week maandag eventueel mee verder. Dit is in het Engels, dat leg ik dan heel kort even uit als dat nodig is. Maar goed, er zijn dus een aantal doelen die ik eruit gepikt heb samen met de interne begeleider. En dat zijn voor groep 4 bijvoorbeeld springen op de getallenlijn, dus plus en min. Die andere ben ik even vergeten. Bij groep 5 gaan we aan een aantal rekenbegrippen werken. We gaan het hebben over de woorden schatten, afronden, 1110 en 1 schema. Dat was het ook met groep 4. Nou goed, zo hebben we op basis van de gegevens die we nu hebben gezegd, daar gaan we de focus op leggen. Nou, dat is heel prettig, want dan weet je gewoon, je hebt het in overleg gedaan. Dus dan dat vind ik heel prettig, want dan heb ik zoiets van, oké, dit is goed wat ik nu ga doen de komende 4 weken. Ik ga nu dit op alle tafels van groep 5 leggen, want die kinderen heb ik morgen nog. Dan ga ik alles op het bord schrijven van morgen. Morgen ziet er eigenlijk bijna hetzelfde uit als vandaag, maar dan dus met de kinderen van groep 5. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met hun werkstukken gaat. En oh ja, wat ook wel heel leuk is om even te vertellen hoor. Ik zag namelijk dat ik een aantal mensen had geïnspireerd met zo'n klaarmap. En dat vond ik echt heel leuk om te zien. Nou heb ik op Pinterest, en daar heet ik gewoon Charlotte Hoepboer. Daar heb ik een aantal dingen opgezet die ik nog wil uitprinten. Nou denk ik alleen wel dat ik dat thuis vanavond allemaal even in een heel Google document onder elkaar gezet. Zodat ik dat handig kan uitprinten. Heel kort voor als jullie dat niet hebben meegekregen. Ik heb een klaarmap en ik heb binnenkomertjes. Daar zit wel een verschil in. Dit zijn vooral ontspanningsbladen om te doen op het moment dat je echt klaar bent met al je werk. Dus vooral kleurplaten. En hier zitten dus echt van die bladen in die je net zag met van die keersommen. Kijk,
dit soort bladen. Die dus echt bij binnenkomst liggen. Of nou, dat zit allemaal hierin. En ik vind het dus heel leuk om dat steeds meer aan te vullen. Kijk, en dit vind ik dus heel leuk om in die klaarmap te gaan doen. Dat je dus stap voor stap leert hoe je dingen moet tekenen. Dat vind ik echt heel erg leuk om erin te stoppen. Want vroeger vond ik het heel erg leuk om na te tekenen. En als je dat stap voor stap zo aangeleerd krijgt, dan kan ik dat zelf heel goed. Ik kan dit niet zelf bedenken, zeg maar. En ik had bijvoorbeeld ook deze. Maar die is weer meer voor in de binnenkomertjesmap. Nou, dit soort dingen wil ik allemaal even uitprinten. Maar dat is meer iets om... Dat vind ik gewoon leuker om te doen op het moment dat ik thuis serie aan het kijken ben. En ondertussen ben ik dan aan het knippen en plakken. En ja, vraag me niet waarom ik dat leuk vind om te doen. Maar goed, ik moet nu Pinterest wegdoen, want anders verdwijn ik echt in dat hele programma. Oké. Ik ga als eerst eventjes alles voor morgen op het bord zetten. 4:15. Ja, eerst alles voor morgen. Ja. Sven is lekker aan het koken en ik ga hem hier afsluiten. En dat doe ik even hier, want daar heb je de radio in de woonkamer en dan zit ik met plagiaat en zo. Dus bedankt voor het kijken naar deze juffenvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik heb in mijn statistieken gezien dat meer dan 40% naar mij kijkt, maar niet geabonneerd is. Dat is gratis. Dus klik gewoon op die knop hieronder en dan ben ik helemaal blij. Anders ben ik ook blij, uiteraard. Tot de volgende keer. Doei!